Het Koning Willem-Alexander College. Een jaar lang volgen onze camera's drie brugklasleerlingen op de voet. Dit zijn hun verhalen van het eerste jaar op de middelbare school. Dit is Brugklas. Roos en Merel zijn tweelingzusjes. De meisjes lijken als twee druppels water op elkaar, maar in één ding zijn ze niet hetzelfde. Roos is gezond en Merel niet. Roos en Merel zijn mijn beste vriendinnen. En ik weet als enigste uit deze hele school dat Merel ziek is en dat ze sinds kort een chemokuur heeft. En dan is ze er een paar dagen niet op school, omdat ze zich ziek. En dat vind ik echt heel erg. Nou, ik deed mijn hand door mijn haren en ik had opeens pluk en ik schrok me rot. Een maand geleden kregen we te horen dat Merel leukemie heeft en ja, niemand weet het nog op school. Nou ja, de leraren, maar de leerlingen niet en ze wilde het niet zeggen omdat ja, ze is bang dat iedereen haar zielig gaat vinden en dat begrijp ik wel hoor. Shit. Wat moeten we nu? Maakt toch niks uit. Misschien kun je het gewoon beter vertellen, ik bedoel. Merel en Roos zijn wel echt super aardig, maar het zijn wel zulke prinsesjes. Ze krijgen alles wat ze willen en ze wonen ook echt in een heel groot huis. Ze hebben bijvoorbeeld een paard. Ik zou het echt super vinden om tweeling te zijn. En ik denk dat Merel en Roos dat ook vinden, want ze zijn echt altijd samen. Ze hebben echt heel veel spullen hetzelfde. Gelukkig niet de kleding, want dat zou wel heel erg worden. Maar ze hebben hun haar hetzelfde en nou ja, alle spullen. Ze kunnen allebei vet goed leren. Ja, naar mij lijkt het echt super tof. Ja, ik vind die tweelingen wel leuke meisjes. Het zijn wel echt meisjesmeisjes, maar ja, daar hou ik eigenlijk wel van. Dus ik zou wel op de date willen met een van de twee. Want ja, het maakt toch niet uit welke, want ik zie het verschil toch niet. Ik kan het kort doen. Wat bedoel je? Als ik het kort knip, dan valt het niet op. En dan is iedereen... Dan kan ik gewoon, gewoon lopen zonder dat ze me aankijken. En als ik het gewoon kort doe. Ja, maar... Ja. Kan. Ja. We doen het gewoon, kom. Ja. De zieke Merel heeft haar haar eraf gehaald. En dat blijft natuurlijk niet onopgemerkt. Als ze 's ochtends op school komt, staart iedereen haar aan. Echt vreselijk is dit. Ja, ik snap dat Merel het ook echt heel moeilijk vindt om dit te vertellen. Maar ja, ik hoop toch wel echt dat ze het snel doet. Want de kinderen komen er toch wel achter. Dit kan ze niet geheim houden. Oh, hey. Hey. Wat is er gebeurd? Oh, ik dacht nieuw stijl, iets anders. Nou, gisteren knipte ik dus mijn haar af, maar er vielen ook andere plukken uit. Toen dacht ik, ja, dan maar helemaal kaal. Waarom kaal? Of heb je een weddenschap verloren? Ik wil het gewoon niet zeggen, want dan kijkt iedereen me raar aan. Dan vinden ze me allemaal zo zielig en dan gaan ze allemaal naar me toe om te vragen of het goed gaat. Dat wil ik gewoon niet. En ik ga het heus wel zeggen, maar nu nog even niet. Ben je ziek of zo? Ik ben niet ziek, eikel. Ben je ongesteld of zo? Wist je dat haar uitvalt tegenwoordig ook een symptoom was van ongesteldheid? Oh, burn. Nice. Zag je aan de luisteren? Ja, slaag nergens op. Ik kan het gewoon normaal antwoord geven. Ja, ik snap wel dat ze dat Merel het moeilijk vindt, maar ze kan beter wel zeggen dat ze ziek is, want nu komen er alleen maar lullige opmerkingen. En die jongens bedoelden het gewoon op het begin goed. Dus als ik haar was, zou ik het gewoon vertellen, ook al is het moeilijk. Dit is een
Merel wil de echte reden waarom ze haar haar eraf heeft gehaald maar niet zeggen. Ook de vele pesterijen en lompe opmerkingen brengen haar niet van haar stuk. Maar haar zusje Roos heeft er veel meer moeite mee. Hey, wat heeft ze met haar gedaan? Ze moest in het leger of zo. Of is ze in één keer pot geworden? Nee, ze is hartstikke lesbisch. Ze is geen pot! Ze heeft kanker! Serieus? Ja, ze heeft chemo! Nu goed! Ja, kanker, shit man. Ja, hoe kon ik dat nou weten? Had ze dat niet wat eerder kunnen zeggen? Ik voel me echt shit. Ik wilde het helemaal niet zeggen, maar die gasten die doen ook zo irritant. En iedereen praat maar over de kale hoofd. Moet ik dan maar mijn mond houden? Dan ben ik toch ook gewoon een rotzus? Het nieuws dat Merel ernstig ziek is, heeft zich als een lopend vuurtje door de school verspreid. Iedereen heeft medelijden met Merel. En dat is nou precies wat ze niet wilde. Ik wou je nog waarschuwen, echt. Ik wou je bellen, maar je neemt ook nooit op. Ik wou je nog waarschuwen. Dat maakt niks uit. Ik heb je toch gezegd dat je het niet mocht zeggen. Oh, dus je laat zo over je heen lopen. Heb ik het verkeerd gedaan? Ik vertrouwde je. Het is toch maar de reden dat ik het niet vertel? Die jongens zijn zo lullig tegen je. Je pikt het gewoon allemaal. Dat maakt toch niet uit? Maakt wel uit. Ik vertrouwde je en je hebt alles verpest. Nou weet iedereen het en doen ze alsof ik zielig ben. Helemaal niet. Ze doen gewoon gemeen. En je pikt het ook nog. Sorry. Roos heeft ook makkelijk praten, ja? Zij is niet ziek. Ik had 100 keer gezegd dat ze het geheim moest houden. Nou heeft iedereen medelijden met me. En dat is waarom ik het niet wou zeggen. Ja, jeetje, ik heb het ook niet expres gedaan, hoor. Ik bedoelde het gewoon goed. Ik heb een idee, Koen. Een idee. Ja? Kijk, luister. De volgende ochtend. Roos is nog voor de eerste les naar Myrthe's huis gegaan om haar plan uit te voeren. En als ze de klas binnenkomt, valt iedereen stil. Vroeg opgestaan, nog voor school. Toen ben ik naar Myrthe's huis gegaan. Zodat, ja, toen heeft Myrthe me kaal geschoren. Zodat het een verrassing was voor Merel. En ja, als ze nu wordt gepest, ja, dan met z'n tweeën niet alleen. Ik vind het echt heel stoer voor Roos. Ik wilde mijn haren zelf bijna ook eigenlijk afhalen, maar dat mocht echt niet van mijn moeder, maar ik weet ook niet, ik zou het wel fijn hebben gevonden als mijn haar er ook af zou gaan. Want dan kan ik Merel misschien een beetje helpen. Maar ik heb echt geen idee hoe ik haar moet helpen. Maar zij wilde zelf ook duidelijk niet echt over beginnen over haar ziekte. En dan, dat is heel moeilijk. En wat moet je dan als vriendin? Super lief. Ja, echt heftig van Merel. En ik vind het echt een coole actie van de zusje. Ja, ik vond het zo cool wat Roos en Merel deden in de klas. Het zijn niet echt goede vriendinnen van me. Maar als Merel mijn beste vriendin was, had ik ook zeker weten mijn hoofd kaal geschoren voor haar. En als mijn zusje was, al helemaal meteen. Ik vind het echt heel erg zielig voor Merel. En ik had echt helemaal geen idee. Gek hoe je dan naar iemand anders gaat kijken. Want je denkt dat iemand het perfect leven heeft. Maar dat lijkt alleen maar zo. Ik hoop echt dat Merel het redt.
Hinde heeft sinds kort een nieuw vriendje, Ludo. En sinds ze verkering met hem heeft, denkt ze aan niets anders meer. Ze is de hele dag met Ludo bezig. Ja, ik vind Ludo echt heel leuk. Ik had hem al gezien in de stad en ze kende zijn gezicht al. En toen kwam hij hier op school. En hij zit al in de tweede en hij is echt zo knap. En nu vindt hij mij dus leuk. En ik vind hem ook echt leuk. Maar Hinde's vriendinnen zijn niet zo blij met Ludo. Hey Hinde, ga je mee? We gaan weg. Ik blijf nog even hier, oké? Ik zie je morgen wel weer. Oké. Dat is een vriendin, hè? Ja, echt. Hinde is zo irritant geworden. Want ze praat alleen maar over hoe knap Ludo is, hoe rijk, want die vader die is directeur van een bank of zo. En daardoor hebben ze een mega groot huis met zwembad. Nou, lekker belangrijk, maar ik vind het echt heel irritant. Heel veel meisjes zijn jaloers op mij omdat ik met Ludo ga. Maar Ludo is gewoon heel knap, dus ik snap het wel. Maar hij vindt mij gewoon leuk, dus daar kan ik ook verder niks aan doen. Ik ben niet zo van die populaire jongens zoals Ludo. Maar ja, als Hinde ervan houdt, mag ze toch ook zelf kiezen. Ik vind dat echt stom dat iedereen dan weer mee gaat bemoeien. Nou, iedereen zegt altijd dat Ludo en ik bij elkaar passen. Maar dat geloof ik niet zo. Ja, ik ken Ludo al een beetje van voetbal. En hij heeft altijd geld. En zijn vader is vetrijk en die geeft hem ook van alles. Dus ik snap wel dat Hinde op hem valt. Want heel veel meisjes vallen op hem. En ik snap ook dat Ludo op Hinde valt. Niet dat ik op Hinde val hoor, maar heel veel jongens vallen op haar. Tussenuur. Iedereen zit in de kantine. Alleen Hinde is er niet. Ze heeft met Ludo afgesproken en vlak voordat de volgende les weer begint, komt ze binnen. Nog altijd met haar hoofd in de wolken. Maar als ze bij haar vriendinnen wil gaan zitten, is ze niet welkom. Vooral haar beste vriendin Floortje doet heel lullig. Hey Noah, kan je nog met je op schuif? Dan kan ik erbij zitten. Wil je niet liever bij Ludo zitten? Ah. Ga maar lekker naar Ludo. Ik snap echt niet waarom Floortje opeens er tegen me doet. Ze doet het echt gemeen net in de kantine tegen me. Het lijkt wel alsof ze jaloers is op Ludo en mij, want het is sinds ik iets heb met Ludo. En iedereen doet gemeen tegen me. Maar ik snap het niet. Floortje en ik zijn al vanaf het begin van het jaar beste vriendinnen. Ik bedoel, ik heb toch niks fout gedaan? Hey, zagen jullie Veld's pet vandaag? Het zag er niet uit, hè? Nou, sorry hoor, maar Hinde loopt echt als een hondje achter Ludo aan. En als ze met hem is, dan ziet ze ons niet eens meer staan. En hij, echt, hij denkt dat hij alles is omdat zijn vader rijk is. Ik vind het gewoon triest. Ja, echt triest. Hinde is geschrokken van de heftige reactie van haar vriendinnen. En als de les weer begint, wordt ze door iedereen compleet genegeerd. Heb jij een vriendje? Ja, Hinde baalt enorm van het gedrag van Floortje en Noah. Ze wordt de hele dag al genegeerd. En als de lessen erop zitten, wil ze weten wat er nou precies aan de hand is. Floortje, wat is er nou? Nou Hinde, jij bent gewoon echt nep. Je denkt echt dat je stoer bent, hè? Maar dat ben je niet. Zijn vader is rijk en daarom wil je met hem. Je spreekt met hem af en ons laat je lekker stikken. Lekkere vriendin, hoor. Ja, het is toch zo. Ze heeft in het begin gezegd dat ze het niet eens heel erg leuk vond. En toch neemt ze met hem. Het is gewoon schijnheilig. Wat is er? Ja, ruzie met Floortje, blijkbaar. Waarom? Ja, ik weet niet. Ze doet opeens heel erg lullig tegen me. Het lijkt alsof ze jaloers is dat ik iets met Ludo heb of zo. Ze is gewoon jaloers omdat je gewoon een cool vriendje hebt. Misschien. Maar ik heb wel eerder een vriendje gehad en toen deed ze nooit zo tegen me. Het ligt er misschien aan dat ik eerst niet zeker wist of ik wel iets met Ludo wilde. Of ik hem wel echt leuk vond. Ja, ik twijfelde in het begin eerst of ik wel echt verliefd was op Ludo. Maar nu ik 2 weken verkering met hem heb, ben ik echt heel erg verliefd op hem geworden. En dat is niet alleen zo omdat hij populair is of rijk is, want dat kan mij dus echt niks schelen hoor. Ik wist het gewoon niet zeker in het begin, maar nu weet ik zeker dat ik verliefd op hem ben. Hij is echt heel leuk. Maar ze doet gewoon raar. Trek je gewoon niet van aan. Komt wel goed. Hinde is echt een toffe meid. Maar die vriendinnen van haar, nou, dat zijn echt van die meeloopmeisjes. Ze willen haar alleen maar bijhoren. Ik snap echt niet waarom ze bevriend met hen is.
Ja, aan de ene kant vind ik wel dat Fien gelijk heeft. Ze moeten zich er gewoon niet mee bemoeien. Het is toch mijn keuze. Het was misschien wel in het begin zo dat ik Ludo leuk vond, omdat hij mij uitkoos voor alle meisjes. Ik was gewoon een beetje gevleid. Maar ik vind hem nu echt heel erg leuk. Ja, aan de andere kant, ik heb nu ruzie met Floortje. En ze is wel mijn beste vriendin en ik wil haar niet kwijt. Na het weekend ziet de wereld er ineens heel anders uit. Hinde en Floortje zijn weer de beste vriendinnen. Alsof er niets gebeurd is, lopen ze door de gang naar de kantine. En ook Noah is er weer bij. Ja, ik heb er nog eens over nagedacht. En toen heb ik het maar uitgemaakt met Ludo. Ik vind vriendinnen toch belangrijker. En als mijn vriendinnen mijn vriendje niet leuk vinden, ja, dan werkt het gewoon niet. Dus je hebt Ludo laten vallen voor je vriendinnen. Maar je vond het hartstikke leuk. Ja, wel, maar ik vind vriendinnen gewoon veel belangrijker. Ik bedoel, ja. Vriendinnen heb je gewoon niet. Dit vind ik nou echt heel stom. Hinde heeft het uitgemaakt voor die stomme Floortje en die anderen. Als Floortje nou echt een goede vriendin was, had ze het al lang goed gevonden in plaats van zo doen. Ja, ergens heeft Fien wel gelijk, maar je weet nooit hoe lang verkering duurt. En ik ben al zo lang bevriend met Floortje, ik wil Floortje gewoon niet kwijt. Vriendschap is belangrijk. We gaan een keer samen uit eten. Ja, sowieso. Daar heb ik echt zin in. En dan gaan we allemaal lekker voorgerechten en hoofdgerechten. Ja, lekker. Kom. Nee. Ja, voor mij had het eigenlijk het uitmaken niet gehoeven, maar ik ben wel echt heel blij dat het weer goed is tussen ons en Hinde. Ze is afgelopen weekend naar me toegekomen en we hebben het uitgepraat. Dat vind ik echt heel tof van haar. En ja, ik vind dat je eigenlijk niet ruzie moet maken om een jongen als beste vriendinnen, toch? Ja, je hebt helemaal gelijk. Maandagmorgen. Fien wacht op Hinde, die met een sombere blik de school binnenkomt. Ze hebben zo scheikunde, maar Fien gelooft niet dat dat de reden is. Leuk weekend gehad? Niet zo. Gaat het wel? Wat is er gebeurd? Gewoon niet zo goed geslapen. Ben je het wel zeker? Ja, ik ken Hinde al heel lang. En toen ik ook de school binnen zag lopen, wist ik meteen dat iets aan de hand was. Maar hij houdt ze echt niet voor de gek. Maar wat is er precies gebeurd? Ja, nou, Floortje belde me. En toen heeft ze Ludo zou gezien met Noah. Wanneer? Ja, van het weekend. Ja, nu heeft Ludo opeens iets met Noah. Floortje heeft ze zien zoenen in de stad dit weekend. Ik snap er helemaal niks van. Eerst zegt Noah tegen me dat ik het uit moet maken en nu gaat ze er zelf met hem vandoor. Hey. Zullen we anders gewoon vanmiddag wat leuks doen, meiden onder elkaar zonder jongens? Gewoon gezellig. Ja, echt. Echt een rotstreek. Ik zou dat zelf nooit doen. En ja, vriendinnen, dat gaat gewoon altijd voor. Die gaan echt altijd voor. En ja, ik snap wel dat Ludo Noah heeft versierd en niet andersom. En hij is natuurlijk ook heel leuk en zo. Maar ze had dat gewoon niet moeten doen. Ja, ik hoef Ludo en Noah echt dus niet meer te zien. Ze zoeken het maar uit samen. Toch niet meer verliefd. Heikel. Ik vind het echt lullig van Noah. Zoiets doe je toch niet? Ik wist al dat ik er een stom meisje vond, maar nu weet ik al helemaal zeker. En van die Ludo, dat valt me ook echt heel erg tegen. Het slaat toch helemaal nergens op? Ik ben echt blij dat ik niks met Ludo heb. Het is zo'n verwend joch. Ja, het verbaast me allemaal niks. Die Noah is dom en die Ludo is gewoon een verwende sukkel. Die krijgt alles van zijn papi. Doet hij ook nogal stoer mee. Wat hij helemaal niet is. Dus ik ben blij dat Hinde dat ook inziet. Volgende keer in Brugklas. Ja, met Lisa. Ja, je kan echt niet schoenen. Dat is normaal, man. Nee, hè. Ik heb een oplossing voor je, hoor. Wat dan? Nou, ik ken een meisje die zoenles geeft voor €5. Klopt het dat jij zoenles geeft?